Vandaag bewandelen wij het geasfalteerde pad op weg naar het Regius College, waar we de try-out gaan bijwonen van de musical The Wizard of Oz. Everybody look around, 'cause there's a reason to rejoice, you see. Zou je wat kunnen vertellen over wat hier allemaal gaande is vandaag? Ja, vandaag hebben we de wethouder op bezoek gehad. Hij heeft gekeken wat er allemaal is gebeurd en hoe het allemaal gegaan is. Dus we hebben alle onderdelen gepresenteerd. En nu hopen we dat het een beetje duidelijk is wat er allemaal gaande is. Met de financiën, met onstage, met backstage. Met wat er allemaal kostuums gemaakt wordt, wat er op het podium allemaal gebeurt. Dus we hopen dat dit een beetje geholpen heeft, eigenlijk. Hoeveel sponsors hebben jullie op dit moment? We hebben nu op dit moment zo'n 20 sponsors. Sales, onderdeel van Backstage, die is elke vrijdag die gaan naar buiten, naar de stad toe, op zoek naar sponsors. Die dan attributen kunnen sponsoren voor misschien de website. En we hebben ook de FOMA, die heeft worstenbroodjes gesponsord. Die wij dan in de pauze hier in de aula hebben verkocht voor geld, voor de musical. En hoe lang doen jullie deze musicals al? Twee dagen is de musical. We hebben er 10 weken voor om het voor te bereiden. Dus om alles klaar te maken, om de kostuums in elkaar te zetten, om geld te verzamelen. En dan op 18 en 19 juli is de echte musical. En dan wordt het gedaan. Dus we hebben eigenlijk 10 weken om het voor te bereiden en 2 dagen om het echt te doen. En hoeveel kost zo'n kaartje? We hebben 3 verschillende kaartjes. Een normaal kaartje kost €3,50. Dat is echt alleen de intree. En we hebben nog een kaartje voor €4. Dat is met 2 consumpties. Dus kan je koffie, thee en een koekje. En we hebben ook een VIP-arrangement, dat kost €7,50. En dan heb je een gereserveerde parkeerplaats, een meet and greet met de hoofdspelers. En gratis consumpties, en de consumpties worden bij je plaatsgebracht. En je zit ook nog op de eerste 2 rijen, dus je hebt goed zicht op het podium.